Terrence Pong verliet op heel jonge leeftijd Suriname. Hij moest de rest van zijn jeugd doorbrengen in Amsterdam, de Bijlmer. En juist daar begon het. Trainen en nogmaals trainen om de top te bereiken en om onder de vlag van Suriname altijd te zullen vechten. Dit met vallen en opstaan. Terrence Pong, de trots van onze Surinaamse natie. Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Wier Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Wier Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860. Welkom kijkers, welkom Terrence Pong. Hey, goed hoor. Ja man, zeker. Oké, begin met te vertellen wat je voor het laatst hebt gedaan, gisteravond. Gisteravond ben ik uitgenodigd geworden om te gaan stappen. En ik ben lang niet gaan stappen, dus ik heb het ervan genomen. Ik ben in Havana Lounge beland, ja. Oh, die show van, hoe heet die weer? Cyrano, ja. Ja. Oké, Cyrano, Tyrant. Laten we vanaf het begin beginnen. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Jaconès ziekenhuis. Oh, hier in Suriname? Ja, ja. Oh, en wanneer was dat? 1985, 3 september. Oh, 3 september, dus jij bent een maag. Juist. Oké, Tyrant. Welke buurt ben je opgegroeid? Annika, Johannes Michelweg. Mm-hmm. En op mijn vijfde hebben mijn ouders, mijn moeder heeft besloten te verhuizen naar Nederland en ik ben mee gegaan natuurlijk. Mm-hmm. En ik heb de rest van mijn jeugd doorgebracht in Amsterdam, de Bijlmer. Mm-hmm. Wie zijn je ouders? Mijn moeder is Victorine Lindveld. Mm-hmm. En mijn vader is Dennis Pong. Dennis Pong, ja. Je vader ken ik heel goed, dus Amandati. Dat was je ondeugend als je... Nee! No. Altijd meer inspireren, man. Is dat wie toch? Tama weer school, hij was in de politie. Of trouwens, hij is nog in de politiedienst. Tama weer pakkie, die blauwe pak met zijn lange stok. Altijd meer inspireren, man. Hoe was die opvoeding? Ja, strikt. Mijn vader was een strikte man, is een strikte man. En mijn moeder ook, in principe rechtvaardig. En ja. Op het moment dat ik verhuisd ben naar Nederland, alleen met mijn moeder. Ja, ik was niet een al te makkelijke jongen. Maar ze heeft het meer dan goed gedaan in mijn ogen. En ik ben er heel erg dankbaar. Oké, maar hier in Suriname, dan gaan we bij Moxi. Zo, het is zo gegaan toen ik verhuisd was naar Amsterdam, de Bijlmer. Ik had een heimwee. Ik heb volgens mij, zonder te overdrijven, 3 maanden lang, elke avond, als ik naar bed ging, heb ik gehuild. Omdat ik heimwee had naar Suriname. Ik was een jongetje dat als ik van school kwam, de schoolbus brengt je naar huis, nou dan
wachten die honden van me al bij de poort. En dan moest je eten en dan moest je gaan slapen, middagdutje doen. En zodra ik wakker werd, dan mocht ik op het erf, weet je, en in de straat spelen. En dan ging ik meestal vogeltjes vangen, vissen. Mm-hmm. En dat soort dingen, dat had ik niet in de Bijlmer. Ik woonde op Driehoog in een appartement en we hadden geen tuin, geen ruimte. Mm-hmm. En ik ben een jongen, ik heb ruimte nodig. Ik ben een beetje een rebel. Mm-hmm, ja. Mm-hmm. Maar Tyrant, ik heb ook met je vader gesproken, dus we gaan even luisteren naar je vader, ja? En het alles gebeurt in... U bent? Vader van Tyrant Spong, Tyne Tyrant. Ja. Hij was altijd een kleine actieve baas, soms nogal agressief. Hij is in een heel kinderrijke buurt opgegroeid met een heleboel vriendjes en vriendinnen, vooral die vriendinnen. Maar die keek hij het meest. Sap apresina neem ik zwalanja. Ja, hij kon verschrikkelijk tegendraad zijn. Maar ja, ik ben blij dat hij nu een beetje onder controle heeft. Aha. En is niet meer zo agressief is, behalve in de ring natuurlijk. Ik weet nog dat ik een keertje een aantal dagen van huis was voor mijn werk. En toen ik terugkwam, heeft zijn moeder koffie voor me gemaakt. Met puur koeienmelk. En dat ding was verschrikkelijk heet. En zij ging om iets te halen voor me in de kamer. En hij ging om mok met koffie te pakken. Maar hij was zo heet en hij begon te schreeuwen. Dus ik spring op, zijn moeder rent naar de keuken. En hij heeft die kop koffie rustig op de grond gezet. Hij heeft het niet laten vallen. En toen zijn moeder hem zei van, waarom heb je het niet losgelaten? Ik denk, nee, anders kan papa geen koffie hebben om te drinken. En toen was hij was 3 jaar. Ik ben natuurlijk trots op hem dat hij op zo'n hoogte is gekomen. Ik heb zelf ook wel een beetje aan vechtsport gedaan, maar ik ben nooit op dat niveau bezig geweest. Heel goed, heel goed. We zijn frequent contact. Hij belt. Laatst was hij er, hij is geweest, vooral bij zo. Hij komt daar vooral voor zijn opa. Want hij zegt altijd, opa is een voorbeeld voor wat topsport betreft. Tyrant, je bent bezig op een heel hoog niveau. Probeer te alle tijden het beste eruit te halen. Ga gewoon door, doe je ding. We zijn allemaal heel trots op je. Niet alleen de familie, maar de hele Surinaamse natie. Tyrant als zusje, ik ben heel trots op je. En dit alles gebeurt in... Oké, een heleboel heeft hij verteld. Je was een echte rebel. Ja. Maar wat heb je het van je vader gehad of is het je moeder? Want meestal... Je zoekt een p-evening, ik kies het eigenlijk, hè? Ik denk van beide, maar ik denk ook een groot deel van mijn moeder. Mijn moeder was, wat ik hoor van mijn ooms en tantes, als klein meisje, als zusje van hun, was ze ook geen lievertje in de straat Vredenburg, waar mijn familie vandaan komt. Was ze ook geen lievertje. En ik denk van beide. Maar welke mix zit? Want hoe begin je dat bedoel? Wat voor mix zit hier naast mij? Boy. Alles. Mopsi pakane. Sam yung. Ingi yang panesi, snesi. Ingi yang panesi, ingi met Krioro. Van mijn moeders kant Hindustans Buru. En van mijn vaders kant ook nog een beetje Portugees. So, En wat heeft je eigenlijk tot een rebel gemaakt? Want je dacht je was een rebel. Iets moet je tot een rebel hebben gemaakt. Is het dat heimwee dat je had? Ik,
ik... Nee, als kleine jongen, hier al. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik... Als mijn vader me op straf zette, dan had hij een... Moest hij stevig optreden, want ja, ik... Je bekjes van vol. Ik had mijn eigen wil. Ja, ik ben bekjes van vol. En ik, als hij me bijvoorbeeld hier op die stoel zette van, je zit, blijf hier zitten. Dan stond ik op. Mm-hmm. En dan liep ik toch weg. En dan moest hij me weer pakken en dan zegt hij, je blijft hier zitten. Dan stond ik weer op, al huilend, maar ik wees hem van, ik blijf niet zitten, ik sta toch op. Je bent één als kind? Nee, ik heb twee zusters en van mijn vaders kant heb ik nog een zuster, een broer en een jonger zusje nu. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Oké, Tyron, heb je wat dat je zeker opnieuw zou willen doen uit je jeugd? Boring, na de break. Ik ga drinken en ik ga palen. Ik ga heren tori, ik ga klaren. Daarom. Wat ga pap? Ik ben zo'n probleem. Papa keuren, wat ik pijn moet er aan tori. Geen papira, dat is goed hoor ik. Hoor verzekeringsbewijs, ja. Dan heb ik niet de man die zij moet doen. Even tappen met mijn motorfiets. Bronfiets, wat je alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey! Sert, Evert! Evert snel qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat, nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, ano wandering. Bapa bol, hinya, trutrukeuring. Het is echt tijd voor een nieuwe. Comfortabel, ruim, heerlijk. De service van ProTrade is heel persoonlijk en bij ProTrade vind je kwalitatief en comfortabel meubilair voor elke stijl. Maar ook allerhande spullen om het leven te vergemakkelijken vindt u bij ProTrade. Stap vandaag nog binnen in onze showroom en maak uw keuze. ProTrade. Beautifying your home is our mission. Zwier Equipment. Speciaalzaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaul kits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Wier Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders, onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Wier Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860.
Luckily, there are real men who use real protection. Get yours at VSH Trading. Visit our showroom located at Van het Hoogruisstraat 9 till 11. Verder nog een gezegende dag toe. En heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje wijn? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, Michi, u mag drinken. Want die zien alle tieneren kan drinken. En alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na... Zeer. Met en zonder alcohol in verschillende smaken. Zeer. Hi, ik ben Denise van Denise's Beauty Salon en Spa, Divi Spa. We hebben een nieuw onderdeel in Tapabankstel. Pin my dude, pin my mother, pin my brother, pin my girl. Anyway, iemand die jij lief vindt of die jij het gunt, mag je opgeven. Je mag mij bellen op 853-6464. 853-6464. En dan zorg ik ervoor dat ik je oppin. See you! Laten we even proosten. Tyron, op ja. Lekkere moorsap. Dus moet denk ik naar whisky, maar het is sap hoor, het is sap. Het is appelsap. Heerlijk. Hey Tyron, wat zou je opnieuw willen doen? Zo. Behalve die meisjes hoor. Nee. Ik ben eigenlijk best tevreden over mijn jeugd en ik heb echt genoten. Mm-hmm. Ik heb echt genoten in de Bijlmer. Ik ben kwaai, ik was ondeugend en de meeste moeders wouden hun kinderen niet met me, met hun zoon of weet u, wouden ze, als ik was een beetje brakas kapo, hè, maar onterecht hoor. Zeker weten? Ja, zeker weten. Waarom zeg je dat? Als je eenmaal een bepaalde naam hebt en oh, wat voor naam had je? Oh. Dat je stout bent toch? Geen player? No, geen player. dat je stout bent en ja, je moest bijvoorbeeld om een bepaalde tijd thuis zijn, 7 uur. Dan kwam ik 8 uur opdagen, 8:30. Mm-hmm. En die moeders dachten dan van ja, hij beïnvloedt mijn zoon, hij doet, weet u, maar ik ben echt heel erg blij met mijn moeder, nogmaals, mm-hmm. Over wat voor een goede job ze heeft gedaan. Ze was streng, rechtvaardig, zoals ik haar aangaf, maar niet overdreven, want je schiet er niets mee op, mm-hmm. snap je? Ik denk dat een vrije opvoeding, je natuurlijk respectvol alles, gewoon hoe het hoort. Maar als je iets een kind probeert te ontnemen, dan gaat hij er juist. Maar heb je vader niet gemist? Want je vader was daar niet in Nederland. Die vaderliefde. Ik deed het met mijn moeder, dus ik wist niet beter. Ik had 2 lieve zusters, mm-hmm. en mijn moeder. En daar deed ik het mee. Op een gegeven moment kreeg mijn moeder een hele lieve man. Toen ik wat ouder was. Mm-hmm. In het begin, ik was heel jaloers, hè, als kind. Maar op een gegeven moment accepteer je dat en zo'n lieve man, rechtvaardig, nooit geschreeuwd tegen me, maar altijd netjes en respectvol en ik hou van die man, hij heeft me helpen opvoeden. Mm-hmm. En Frank is mijn stiefvader en daarmee heb ik het gedaan. Mm-hmm. Oké, okay. Is Tyron getrouwd? Ik ben getrouwd, ja. Ja, met wie? Met Valerie van Vliet toen. Oh, toen? Nu Valerie Spong. Oh ja. Hoe lang al? Boy. Dat weten wij mannen altijd, hè? Kijk, heb je kinderen? Ja, ik heb 3 kinderen. 3 kinderen. Ja. Jongens, meisjes. Ik heb een dochter, Giffen. En ik heb 2 jongetjes, mm-hmm. Guy en Shay. Mm-hmm. En waar is het begonnen met, hoe heet je vrouw weer? Valerie. Waar is het begonnen met Valerie? Zo, 10 jaar geleden. Mm? 10 jaar geleden. Kan je nog heugen? Waar?
Hoe? Eigenlijk was ik altijd verliefd op haar. Ze is wat ouder als me, ze is 5 jaar ouder. Mm. En ze was een vriendin van mijn zusters. Maar dan kwam ze aan huis. Ja, en ik zag er haar zus en mijn zusters waren ook bevriend. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. En ik was altijd verliefd op haar en ik zag er zo'n mooie vrouw. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment werd ik zelf ook ouder en waarschijnlijk dacht ze, wat een leuk. Dus eigenlijk een kwekkie kong. Ja toch, het is omgekeerd de wereld, maar probleem niet. Maar hoe is die relatie? Goed, heel goed, ja. En die kinderen, wat voor soort vader is Tyron? Een grappige vader. Mm. Een grappige vader, gezellig. Misschien soms een beetje makkelijk, maar ook rechtvaardig. Nee is nee. Mm-hmm. En met de uitleg waarom niet. En dat is het dan. Daarmee heb je het wel te doen. Mm-hmm. Daarmee, weet je? Dus ik ben makkelijk totdat ik moet optreden. En die vrouw van jou, je bent populair, Tyron. Hoe gaat ze om met die populariteit? Die kwekking kong? Ja toch. Nee, ze heeft me meegemaakt vanaf jonge man tot wat volwassere man. En ze heeft het meegemaakt. Ze is erin meegegroeid. Mm-hmm. Ja. Maar ze begreep het wel dat een heleboel vrouwen, want ik heb ook met Piplugu Google, ik heb naar Jurgen Rijman, programma van Jurgen Rijman gekeken. En je bent iets van vrouwenjournalisten, nummer 1. Ja, toch? Hoe gaat ze ermee om? Voor haar ben ik normaal, ze ziet het niet eens meer. Mm-hmm. Soms kom ik binnen en ze kijkt niet eens naar me. Dus. Laat me die vraag anders stellen. Wie is die jaloerse in die relatie? Geen van beiden. Oh. Nee. In het jaar zo? Niet meer. Oh? Niet meer. Je was? Ja, tuurlijk. Mm. Tuurlijk. Kan je me ingeven per flash ding? Ik flash niet zo snel. Meer. Je wordt ook ouder, toch? Dus. Maar, probeer het te voorzien, dan ga je zien. Hey. Nee, ik kan je niet. Ik zou het echt niet willen proberen hoor. Ik kan je geen voorbeeld echt zo geven, maar ja, het is niet aan de orde. Mm-hmm. Oké, Tyron, waar is het begonnen? Dat wat je nu bent, waar is het begonnen? Boring. Na de break. Boring dat we. Ik ga drinken en ik ga palm. Ik ga heren Tony, ik ga klaar. Daar. Oh, wat gaat dat? Ik ben zo'n probleem. Papa keuren, wat ik pijn in Montreal, Tony. Geen papieren, dat is koud hoor. Hoe verzeker het boys, ja, dan heb ik niet de man die zij moet doen. Even tappen met mijn motorfiets. Bromfiets, wat je alles aan de keur tappen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring voor je auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Evert! Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur morgens tot 4:30 middags. Evert, Koreastraat nummer 11 tot en met 13. Telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage Evert. Evert, ano wandering. Bapa bol, hinya. True keuring.
verder nog een gezegende dag toe. En heel veel liefde, heel veel gezondheid en heel lang leven. Dankjewel. Oh, mag ik een beetje weg? Nee, je weet toch dat kinderen geen sopje mogen drinken? Ja, misschien. U mag drinken, want die zien alle tieneren kan drinken. En alcohol in zien. Dus kinderen en mensen van mijn leeftijd kunnen deze wijn drinken. Want na... Zeer. Met en zonder alcohol in verschillende smaken. Zeer. Het is echt tijd voor een nieuwe. Comfortabel, ruim, heerlijk. De service van ProTrade is heel persoonlijk en bij ProTrade vind je kwalitatief en comfortabel meubilair voor elke stijl. Maar ook allerhande spullen om het leven te vergemakkelijken vindt u bij ProTrade. Stap vandaag nog binnen in onze showroom en maak uw keuze. ProTrade, beautifying your home is our mission. Vier Equipment, speciaal zaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weir Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders, onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weir Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860. VSH Trading. Visit our showroom, located at Vanakestraat 9 till 11. Hi, ik ben Denise van Denise's Beauty Salon en Spa, DB Spa. We hebben een nieuw onderdeel in Tapabankstel. Pin my dude, pin my mother, pin my brother, pin my girl. Anyway, iemand die jij lief vindt of die jij gunt, mag je opgeven. Je mag mij bellen op 853-6464. 853-6464. En dan zorg ik ervoor dat ik je oppin. See you! Hi Tyron, zo het programma je welkom. Laten we even doorgaan. Tyron! Waar gestopt bij een waar het is begonnen. Ja. Bijlmer, je sprak over de Bijlmer. Je sprak over. Nee, ik jok. Mele. Je ziet mij broer aan mij. Ja, ja, ja. Feit dat ik aan mij toren toch? Nou. Team, kijk, als iemand in je team zich niet 100% inzet en daardoor verlies ik een wedstrijd. De raak. Bokje strobi. En, maar heb je het geprobeerd? Ja. En say play. Van voetballen. Oh, voetballen. Ik denk dat ik
Als ik me zou inzetten, zou ik het goed kunnen doen, maar ik heb nooit doorgezet. Het was gewoon voor de leukigheid en ook niet lang. Omdat ik meteen opmerkte, ik kon er niet tegen. En ja, dat is een van de hoofdredenen waarvoor ik voor een individuele sport heb gekozen. Mm-hmm. En vechtsport is omdat ik in de Bijlmer, ik was altijd klein. Mm-hmm. Klein in de zin magertjes, slank. Droog. Slank gespierd. Sixpack. Nog steeds hoor. Serieus? Een grote sixpack. Maar ik was slank en magertjes. En ja, ik kwam best wel in veel vechtpartijen daardoor. Mm-hmm. Hoe vaak train je? Ik train 6 dagen in de week. En sowieso 2 keer per dag. In Efuga? Soms, maar... Wanneer kreeg je dat gevoel van Fuga? Wanneer ik bijna bij die wedstrijd ben. Mm-hmm. Als ik bijna bij een wedstrijd ben, dan vind ik het niet leuk meer. Dan denk ik van ja, ik wou dat die wedstrijd er al was. Kom, klaar als aan direct. Mm-hmm. Maar hebben we het gehad, snap je? Tyron, ik kies zo'n moment waar je ziet dat van hey, ik wil me terugtrekken van VTDC. Ik heb me wel eens willen terugtrekken toen ik naar huis moest, omdat ik wist dat ik voor een fonds zou krijgen. Maar voor een wedstrijd, nooit, nee. Nooit, nee. Ik heb me wel eens afgevraagd van, jongen, waarom doe ik dit, jongen? Het is een bepaalde spanning soms, hè. Dan zit je vlak voor de wedstrijd. Maar zodra je in de ring staat en de bel gaat, is alles weg. Ja. En welk gevoel kreeg je in die ring? Tedina Linga zo, soort gevoel je kiezen? In principe ben ik een beetje koelbloedig. Ik heb geen gevoel. Het is meer een drang om te winnen en zelfverzekerdheid. En ja, ik vind altijd een manier om te winnen. Dat is belangrijk en dat gevoel heb ik. Ik moet winnen. Mm-hmm. Tyron, de mij op was aan het toe. Voor een gevecht mag je niet seksen, toch? Weet je waarom dat zo is? Heb je het meegemaakt? Ik heb het meegemaakt, ja. En ik heb er geen last van. Hoor je doet het gewoon? Nee, als ik heb er vlak voor de wedstrijd, is het zo dat je er geen behoefte aan hebt voor mij dan. Mm-hmm. Hangt er vanaf. Soms wel, soms niet. En, maar ik heb ook wel eens invalwedstrijden gehad in het begin van mijn carrière. Hè? En als je dan begint en je bent opbouwend, je vecht om te vechten, je naam op te bouwen, ervaring op te doen. En dan heb je net tappa mee. Nee hoor, heb je net misschien seks gehad en dan word je gebeld van wil je vechten zaterdag? Er is een wedstrijd. Wat ga je doen? Yo, Gagu. Coach. Nee, ja, is goed. En ik heb vooral bij die wedstrijd heb ik heel goed gepresteerd. Dus het werkt aan voor X met jou. Ja, nee. Het is voornamelijk iets wat ze zeggen dat je zwak in je benen wordt. Of dat het gewoon niet goed is, dat je kracht verliest of wat dan ook. Ja. Ik weet het niet. Het verschilt, het is individueel. Maar ik merk wel dat ik het zelf voor een wedstrijd niet doe. Mm-hmm. Hoeveel keer heb jij verloren? Van de 113 wedstrijden heb ik er 4 verloren. Mm-hmm. En hoe is Tyron ermee omgegaan? Ilassi? Het hoort erbij. Het waren wel wedstrijden met een verhaal erachter. Geen excuus, hè, want verlies is verliezen. Zo sportief ben ik ook. We kunnen er niets aan veranderen. Maar ik heb die wedstrijden die ik verloren heb, bijvoorbeeld 2 van ze, heb ik mijn hand gebroken. Aan andere raakte ik geblesseerd. En weer een andere werd ik gewoon geraakt. En ja, that's it dan. Maar ja, hoe ga je ermee om? Ja, je niet klein laten krijgen en denken van ja, dit hoort er ook bij. Het kan gebeuren. Mm-hmm. En weten waar de fout ligt.
eraan werken en zorgen dat het de volgende keer niet gebeurt. Is dat zeker, meneer Delia vraagt u, want ik heb naar de ene gekeken. Maar voor zo'n laatste wang had je eentje met een wit boy. Mm-hmm. Ben naki. Mm-hmm. Dat ik goeie even. Maar ik kom bakken dat die rekken naar mijn panja. Ik die look af dat ik 100% dingen en dat ik Iwan Jim Sheng. Dat heersen naar een look. Dat is zo ik wat op man. Dat men ja reis aan troa, dat je ja. Nee. Op dat moment eerlijk gezegd, ik weet over welke wedstrijd je het hebt. Ik had geen last. Hij dacht dat hij. Dat ik. Nou, maar ik weet even. Nee, het was. Ik oh, nou was geen. Trappen. Nee, hij heeft me goed geraakt. Maar ik wou trappen. En ik stond op één. Als je goed kijkt naar die wedstrijd, ik wou een low kick geven aan het binnenkant been. En hij had het goed getimed. Maar ik was niet zodanig aangeslagen, want daarom heb ik hem zo weer kunnen raken. Omdat hij een beetje onbesuisd is, weet je, is ervaring. Je moet altijd rustig blijven. En hij kwam en ik kan hem toen goed geven. Hoe ziet je maaltijd eruit? Want je hebt ook over race aan het roeien. Maaltijd. Mm-hmm. Als ik in voorbereiding ben voor een wedstrijd, ben ik voor mezelf dieet ik. Ik vecht in een zwaargewichtklasse, dus ik hoef niet te diëten. Qua gewicht. Maar ik dieet omdat het. Je moet het zo zien als je een auto hebt en je stopt. En je hebt twee auto's. In die ene stop je schone benzine en in die andere vuile benzine. Denk ik dat de auto die schone benzine krijgt beter gaat presteren. Mm-hmm. En zo is mijn lichaam ook een machine. En ik. Als ik in wedstrijdvoorbereiding ben, zie ik het niet als eten. Ik zie het als brandstof voor mijn lichaam, dat ik kan werken, dat ik die arbeid kan verrichten. Hoe ga je om met je agressie? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het wel. Weet je waarom ik het wel weet? Ik kan me nog heugen, hier staars. Nee. Dat was niet mijn schuld. Wat is gebeurd? Het was een miscommunicatie tussen het beleid. Van de mensen van de beveiliging. En ze hebben ook hun excuses aangeboden. Het is uit de hand gelopen, maar het was lang geleden. Ik was nog jonger. Mm-hmm, mm-hmm. Waarschijnlijk was ik er nu ook anders mee omgegaan. Maar op dat moment was dat de enige oplossing. Maar Sam staat precies. Wat? Ik hoor iets van een pet. Je moest ja, een pet. En dat is Antori lang aan beren. Uiteindelijk. Je praat weinig, hè? Ja. Ik vind dat ik best wel veel praat hier op die bank vandaag. Maar uiteindelijk is er een gevecht ontstaan. Mm-hmm. En ik ben er niet trots op, maar bepaalde portiers hebben toen... Hoe zeg je dat netjes? Een paar kneuzingen opgelopen. Tyron, je kan even sorry zeggen. Wie is nou Olanga? Is hij weer toch de mij lukken toe, tapa ja, bankstel. Je mag even in die camera sorry zeggen. Jongens, sorry. Ze hebben mij ook een excuses aangeboden ja. Toen. Dus excuses aanvaard. Ik hoop, ja, ze hebben mij. Milo Bono. Mm-hmm. Ja, jongens, Rana, man. Hoe loop je toe? Tyron, want je praat over, we hebben over agressief gesproken. Maar me vergeet voor ik stel je vraag dat hij bij je vrouw. Hoe ga je daarmee om? Word je daar ook boos? Sla je in elkaar? Nee. Als ik een vrouw... in elkaar zou slaan, denk ik niet dat je er zonder schade van afkomt, toch? Dus mm-hmm. Het schiet niet op en nee. Ik heb maar het is nooit nog zo ver gekomen, nee. Dat afro weri idee. Nee. Niets, nooit een meningsverschil. Tuurlijk hebben we een meningsverschil. Waarover gaan die meningsverschillen? Je hebt de vogelzaad, het vogelzaad in de keuken niet opgeruimd. Hey. Tyron! Wat is jouw doel? Wat wil je nog bereiken? Zo, ik ben bezig mijn geschiedenis in de vechtsport op te bouwen. Geschiedenis te schrijven. My legacy in het Engels. I'm busy building my legacy. En het gaat de goede kant op. Ik ben tot nu toe de enige atleet die op het allerhoogste niveau drie disciplines beoefent. En dat is kickboksen, MMA. En binnenkort ook professioneel boksen. En ik ben er heel erg trots op dat ik dat doe. Dat ik daarmee ook volle zalen trek.
dat ik daarmee zoveel kijkers... Suriname ook trek. Ja, zoveel kijkers bereik. Dat ik daarmee mijn land op de kaart zet. Als ik voorheen een interview gaf in Amerika en ik zei, I'm from Suriname. Zeiden ze, oh ja, ja, ja. En ik zei, you know where it is? Oh ja, yeah, of course. En dan vraag ik, where is it? It's a small country in Africa. I said, no, it's in South America. And now they know. Now, nu als ik hoef het niet meer te zeggen. Iedereen weet daar een sprong, Suriname, de vlag. Ze weten waar ik vandaan kom nu. En de reporters in Amerika, de media, ze weten het allemaal. Dus dat is iets waar ik trots op ben, dat ik mijn land op de kaart kan zetten. En ik ben blij dat, ik sprak laatst met mijn moeder, dat die kleine, magere jongen van Pat van Annika uit de Johannes Michelweg toch wel wat heeft bereikt en toch wat heeft betekend voor Suriname. En niet alleen voor Suriname, niet alleen dat de president je persoonlijk belt. Ja. Je moest voorbij groeien, hè? Het was niet de eerste keer, maar ik weet wel dat de eerste keer en nog steeds, elke keer als hij me belt, voel ik me gewaardeerd. En ja, ik ben dan toch erg trots. En je bent ook gedecoreerd, hè? Ja. Ja, trots op. Het is waarom ik het zo trots vind dat je onder die Surinaamse vlag bleef vechten. Want je kon ook voor Nederland hebben gevochten. Vocht als professioneel kickboxer heb ik altijd onder de Surinaamse vlag gevochten. En ik weet nog heel goed dat een hele hoop Surinamers en iedereen me zei van waarom doe je het? Zei je dit? Waarom blijf je het doen? Omdat ik van mijn land hou. Goed zo. Omdat Tyron, ik van mijn land hou. Wat tapping? Abon. Want de zon wordt feller. Ai. Die mensen, het is 9 uur 's morgens, dus nu 10 uur 's morgens. Dus in Bereken op het plein, hij wou dit hier op de achtergrond, het paleis. Hij vecht onder de Surinaamse vlag. Maar, Tyron, we moeten het afsluiten. Ik wil eigenlijk verder met je gaan, want je lang attack, want je wapoer, want toestaan uit je, maar je ziet dat je gewoon diplomatisch. Stabiel. Waar is die tas? Oh, San. San, loer me ja zo. Ik ben het eens uitgesproken, Tyron. We beginnen met Telesur, onze hoofdsponsor. Je krijgt 50 SRD beltegoed van Telesur. Thank you. En dan kan je, is dat een twee landen sim, bonus beltegoed. Van ProTrade krijg je waardebon van $100 en daar kan je gaan shoppen. Van Tapa Bankstel krijg je deze mooie trui. En Tyron moet ons één ding beloven. Eerst volgende fitty. Na een trui die zien gooien naar Linga. Ah, mooi, ja man. Ja toch? Okay. Dit is King of Tapa Bankstel. Dus eerst volgende fitty moet Suriname dit op tv zien. Oh broer, ja. Ja? Zit ie? Zit ie. Is een afspraak. Tyron, kijk hoeveel mensen. Suriname kijkt naar jou hoor. Suriname staat achter me. Ik sta achter Suriname. Is geen probleem. Oké, okay, zit ie. Dit mag je houden. Tapa meid. Tyron moet gaan programma dat echt. Tapa meid. Tapa meid. Van Transamerican krijg je deze heerlijke Cerecer wijn. Oké, okay, thank you. Yes. Je drinkt alcohol? Af en toe kan ik een slokje. Is goed is voor je bloed. Het is lekkere vruchtenwijn, ja. En van Love and Kisses krijg je deze heerlijke parfum. Oké, okay, thank you. Want je kon niet dadelijk van parfum. Oké. Okay. Je mag die spullen hier in je zak zetten. In je tas, in die tas van Love and Kisses. En normaal Soulfood is sponsor Unyang. Ja. Toch? Maar ik moet Gardi eigenlijk ook heel hartelijk bedanken, want Gardi eigenlijk heeft gemaakt dat je hier op deze onze bank vandaag zit. Gardi, thanks Jera. Thank you. En die pastei is door zijn moeder gemaakt. Oké. Okay. Kip en kousenband heb ik zelf voor je gekookt. Een mooi kokosolie voor u. Van je karen koron voor u. Je mag het brengen, speciaal voor jou. Thank you. Oh, dankjewel. Dankjewel. Tyron, ik ga het afsluiten. Jij kan alvast happen. No. Oh, oké. Okay. Ja? Ja, man. Dan ga ik het afsluiten. Lekker afsluiten. Kan ik afsluiten? Dat was Tyron Spong. En met deze man wil je geen ruzie hebben. Ook niet op de bank zelf. Maar je hebt het allemaal gehoord van Tyron Spong.
heeft ons beloofd dat Truitje gaat hij aantrekken bij zijn eerstvolgende wedstrijd. En je hebt alles gehoord over zijn jeugd, rebellentijd, zijn vader en zijn moeder. En ook nog zijn vrouw. Dus hij is al getrouwd. Hij heeft 3 kinderen. Amai. Amai, piramidja, jongen. Hey, kat. We gaan het lekker afsluiten in die middelste camera. Oké. Okay. Tatararantan. Tantan. Ja, met je vinger in die camera. Oké. Okay. Donaka tatararantan. Ready, steady, go. Ready? Tatararantan. Pam, pam. Penem, pam, penem, pam. Pam. Penem, penem. Ciao. Van Denise's Beauty Salon en Spa, Divi Spa. We hebben een nieuw onderdeel in Tapabankstel. Pin my dude, pin my mother, pin my brother, pin my girl. Anyway, iemand die jij lief vindt of die jij gunt, mag je opgeven. Je mag mij bellen op 853-6464. 853-6464. En dan zorg ik ervoor dat ik je oppin. See you! En het alles gebeurt in... Waarom geen show voor het volk? Waarom altijd voor een bepaalde groep? Absolute haat voor de... Als ik het zo zeg, gaat het niemand geen... Sorry, ik mag het niet op deze zin, sorry. Als ik het zo zeg, gaat het niemand wat aan en... Equipment. Speciaal zaak voor al uw zwaar materieel, onderdelen van alle merken en modellen. Nu uit voorraad leverbaar, hydraulische pompen en onderdelen, swingmotoren en onderdelen, trekkettingen en werkstukken, final drives en onderdelen, maar ook complete machines en overhaulkits. Sprockets, startermotoren, alternators, graafbakken en buckettanden. Weir Equipment heeft ook bushings in verschillende maten en afmetingen, bucketpennen, seals en sealskits, kransen, hoses, gereedschappen, oilcoolers, cilinders. Onderhoud is behoud. Kies voor de specialist. Weir Equipment, David Simonstraat, nummer 131, telefoon 551859, 551860.